die economische crisis is er al voor COVID. Dus dit is onze, dit is echt een fightperiode waarin we zitten, om het zo te zeggen. En we gaan er gewoon op uit. We houden rekening met die 1,5 meter afstand. We gaan nog steeds huis aan huis. Maar er zijn ook andere modernere manieren om dus propaganda te maken, campagne te voeren. En dat doen we dan via social media, Facebook, Instagram, maar ook tv, radio. En via, door middel van het flyeren. En het leuke wat we gedaan hebben de afgelopen week was een VHP-caravaan. En de mensen waren heel blij om ons te zien. Wat moeten we ons daarbij voorstellen, een VHP-caravaan? Dat we dus met 100 auto's, met vlaggen en flyers en alles, voorbij reden in de straten richting Noord. En dan terug naar Olifant. En het was een geslaagde caravaan. Ja. Hey, hebben jullie feedback gehad hierover, reacties gehad? We hebben heel veel feedback gehad erover. Ze vragen of we nog een keer langskomen. En als we het in elke buurt zullen doen. En Wanika heeft het ook gedaan. Kwata heeft het ook gedaan. Het is iets dat mensen blij maakt eigenlijk. Dat ze nog hoop geeft. VHP eigenlijk staat voor hoop voor de mensen. Dat er nog een goede toekomst kan komen voor Suriname. Wat is de meest gehoorde klacht of opmerking wanneer jullie zo contact hebben met de mensen? De enige twijfel is dat racistische, van die VHP, Hindustanen, weet je. En dan zeg ik ze van, maar ben ik een Hindustaan, snap je? Ik ben een Surinamer. We zijn op de eerste plaats allemaal Surinamers. En dan kun je zeggen van, ik ben een Surinamer van Hindustaanse komaf. Of ik ben een Surinamer van de Javaanse komaf. En ik geef ze ook aan van, maar je weet toch dat de VHP zich heeft open, dat Chan de partij heeft opengegooid. En niet alleen voor verschillende bevolkingsgroepen, maar ook voor verschillende geloven, seksuele geaardheid. De partij is gewoon opengegooid voor ieder die zich thuis voelt, die vindt van ik wil Suriname helpen redden. Maakt niet uit op welke manier, want niet alleen om op de kandidatenlijst te staan kan je Suriname helpen redden. Alleen door middel van de anderen motiveren van ga naar de stembus en stem voor VHP, een van de kandidaten of zo. Als je nou RR bent, anything, op elke manier kan je helpen om Suriname te redden. En Chani is geslaagd om binnen deze 5 jaren vanaf 2015 de partij open te gooien voor ieder. Dus het opengooien is niet alleen geweest voor elke etniciteit in Su, nee, maar gewoon echt algemeen. Geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, etc. Hoe moeilijk is het opereren in het gebied van waaruit jullie opereren? Paramaribo Noord, Geersvliet en omgeving. Mm-hmm. Want die omgeving staat toch wel bekend als te zijn over het NDP-bolwerk. Mm-hmm. Ja, ik zeg u eerlijk, het is nu anders. De mensen zijn wakker geworden. De Surinamers geven aan van, weet je, je kunt dan wel van die man houden, maar als we kijken naar de realiteit, dan moet je wel zeggen van, you know what, dit is niet wat ik verder wil. We hebben het 10 jaren meegemaakt, er is geen verandering ingekomen. Wij willen iets anders en wij willen dat het beter gaat voor ons in die komende 5 jaren. En ze weten dat het eenmalige beslissing is. En het is, of om het zo dramatisch te zeggen, het is leven of dood. Mm. Als je nog een keer gaat voor deze mensen, dan weet je dat het mis zal gaan. En als je kies voor de VHP, dan weet je van, VHP gaat het land kunnen redden samen met ons. Omdat ook ons verkiezingsprogramma, ons reddingsprogramma, dat is ook gemaakt aan de hand van onze Meet the Peoples. Dus dat we huis aan huis gingen. De mensen hebben hun klachten gegeven, we hebben geluisterd. En zodoende is het gekomen van, oké, dit is wat de Surinamer wil. En dit is hoe we ze gaan helpen. En zij gaan ons ook moeten helpen wanneer wij de regeermacht hebben. Je hebt mensen die het zover sturen door te zeggen van, ja, we zien zo op zang, we hebben stem gieten en koelie. Chan noemt er een president. We deden in akkoord, Janik Blakkeman. Hoor je die geluiden ook? En is dat niet een manier van eng denken? Ja, maar ik snap waar het vandaan komt. En het is ook zo dat men niet moet vergeten dat elke politieke partij om etnische redenen is opgericht. De Javanen hadden hun partij, de Hindustanen hadden hun partij. En wat ze zich moeten herinneren is wie is gekomen met de verbroedering. Dat is Lachman geweest. Ja, waardoor Pengel samen is gaan samensmelten, NPS, VHP. Waardoor die mensen altijd weer Suriname steeds uit de rotzooi gehaald hebben, om het zo te zeggen. En dat is wat de mensen niet moeten vergeten. Dus die uitspraken, laten we ervan afstappen. Ik bedoel van, we zijn anno 2020. Het is een nieuwe Suriname. De groep van de mixed mensen groeit zodanig dat je niet eens meer kan zeggen, ik ben een pure Hindustaan of ik ben een, weet je, dus
laten we ervan afstappen. Laten we niet meer gaan stemmen voor de persoon lijkt op mij of de persoon eet als mij, bidt als mij. Nee, laten we gaan stemmen voor een systeem. Dat er een platform gemaakt wordt voor een ieder. Dat je niet moet horen bij een bepaalde partij. Speciaal voordat er iets voor je gedaan wordt. Weet je? Laten we gaan stemmen voor een goede toekomst. Mensen die visie hebben. Mensen die internationale contacten hebben. Op internationaal niveau heel goed staan. En dat men open staat om met ons samen te werken. We zijn een kleine samenleving. We gaan altijd het buitenland nodig hebben. En als we die know-how niet hier hebben, moeten we het laten halen. En dan moeten we niet gaan zeggen van, nee, we can do the job, we doen het zelf. En egoïstisch zijn en arrogant en ego-problemen hebben. Nee, we moeten openstaan voor hulp om Suriname te kunnen redden. We zijn een kleine samenleving, zoals ik het al zei. We hebben niet genoeg know-how op bepaalde gebieden. En we moeten openstaan voor hulp. Wat zijn de activiteiten die kandidaat Sluisdom de komende dagen concreet zal uitvoeren? We hebben nu, we zitten op dinsdag. Ik neem aan dat naar het weekend toe of in het weekend er weer wat te gebeuren valt. Ja, dus ik ben sowieso veel te zien op tv, radio te horen en social media. Ik ga live op Facebook en ik ga nog steeds huis aan huis. Elke buurt in Paramaribo doe ik aan. Dus kijk naar me uit. Ik ben kandidaat nummer 11 in Paramaribo. Onze lijstnummer van de VHP is nummer 12. En dan kunt u kijken naar nummer 11 op de kandidatenlijst in Paramaribo, Gracielle Sluisdom. Wat heb je de mensen mee te geven die zich schuldig maken aan een soort van vlaggenoorlog? Want dat is ook een beetje onaangenaam. En we hebben er ook kennis mee moeten maken helaas de afgelopen dagen. En bij het groot deel van de samenleving valt dat absoluut niet in goede aarde dat men andermans spul zeg maar verwijdert of vernietigt. Ja, ik vind het zonde eigenlijk. Omdat aan de punt 1, een vlag gaat niet stemmen. Dus je kan een vlag daar plaatsen, maar die persoon weet precies wat de persoon wil. Ja, waar je die vlag plaatst. En ten tweede, ik doe ook meet the people. Wij doen ook vlaggen delen van hey, wie wil een vlag plaatsen. We vragen de mensen beleefd. Maar ik heb bij mijn meet the people nog nooit gezien dat wij een vlag van een andere partij weghalen. De persoon zegt ons, oké, je kan van jou hier zetten. Of zet van jou ietsje hoger dan van die persoon. Weet je, dus we hebben respect voor mensen. Laten we respect hebben voor elkaar. We zijn uiteindelijk Surinamers. Wanneer eentje flauw valt, moeten we helpen. Maakt niet uit als je VHP of NPS bent. Of NDP'er bent. Laten we vriendelijk met elkaar omgaan. Laat het een vredige verkiezing worden. Laten we niet gaan vechten. Nu moeten we alleen maar vechten voor de toekomst van onze kinderen, kleinkinderen, onze toekomst, ons Suriname, ons land. Laten we daarvoor vechten. Laten we niet kinderachtig gaan doen en andere vlaggen weghalen en het filmen en geweldig doen en domme dingen uitkraaien. Laten we als volwassenen allemaal samen eraan werken om ons land te gaan redden. En dan maakt het niet uit van welke partij je bent. Maar als je een goede toekomst wil voor het land, voor jezelf, laten we ophouden met die vlaggen oorlog, om het zo te zeggen. Heb respect voor mekaars vlag, heb respect voor mekaars kleur. Ja? En laten we gewoon die vlaggen plaatsen. Als die persoon zegt plaats het en die persoon wil die andere vlag weghalen, laat die persoon het zelf verwijderen. En plaats gewoon jouw vlag.